Ik sta hier vanmiddag in de omgeving van Marsum. Een koud aanvoelende wind, het waait ook vrij stevig. En dan kun je je niet voorstellen dat het morgen totaal anders is. Vanavond en vannacht, het gaat meer en meer opklaren. Het wordt een vrij heldere nacht. De temperaturen gaan richting de 4 graden in het oosten tot 9 graden in het zuidwesten aan de kust. En ik moet erbij zeggen, in het oosten en noordoosten de lagere temperaturen met misschien wel een halve graad grondvorst. Jawel, even onder nul. En dan de wind, die komt uit noord tot noordoosten en die is zwak of matig. Er is kans op mist, een waarschuwing daarvoor. Morgenochtend vroeg is ook kans op mist. Morgen overdag veel zon en de temperaturen 16 tot 20 graden. Wat zal dat anders aanvoelen? En de wind die komt ook morgen uit het noordwesten, die is zwak of matig. In de avond en nacht weer kans op mist, maar in de avond eerst er even buiten zitten en dan op naar zaterdag. Dat wordt een dag met heel veel zon en temperaturen tussen de 16 en 21 graden. De wind uit noord tot noordoost en die is zwak of matig. En eigenlijk is dat ook wat het weekend weer. Hè? Die noord-noordoostenwind, waardoor je in de kustgebieden toch wel iets invloed hebt van het koude zeewater. We gaan op naar zondag. Zondag wordt een dag met zon, heel veel zon en 20 graden als gemiddelde temperatuur. Nog meer zomer op maandag met zo'n 22 graden. En dinsdag komen we uit rond de 23 graden gemiddeld. Dat betekent 20 graden direct aan de kust tot 25 graden in het zuiden. Nou, als dat geen zomer is, morgen veel meer. Want het zomerweer zet nog even door. Wat mij betreft, ontmoen. Tot morgen.